Ik wou toch alleen leven. Waarom is dat zo moeilijk? Wat me uiteindelijk nog het meest heeft gemotiveerd is dat zij schrijft letterlijk in een van die dagboeken van ik hoop dat iemand dit leest. En dat iemand hier een boek over wil schrijven. Wie was die vrouw? En wat is er met haar gebeurd? Het tweede huis van boven. Dit opgangetje. Hier is het allemaal gebeurd. Ze bewaarde ontzettend veel. Kaartjes, brieven, foto's. Ze heeft heel veel foto's bewaard. Stemt niet allemaal even vrolijk. Zijn ook niet allemaal even vrolijke plaatjes. Maar... het geeft zo'n leven op afstand vooral kleur, toch? Dit is Oesje zelf. Het is puur drama. Het kind is geboren met een handicap, waardoor ze haar hele leven mank loopt. Ze is vroeg verslaafd geraakt aan al die rommel. Ze is in de prostitutie beland. Ze heeft in de gevangenis gezeten. Ze is verkracht, ze is mishandeld. En uiteindelijk is ze dan nog aan de AIDS en de gevolgen daarvan bezweken. Levensverhalen gaan vaak over mensen die succes hebben gehad. Mensen die we allemaal kennen. Succesverhalen. En levensverhaal of biografie gaat eigenlijk nooit over losers. Dat is niet interessant. En dat is voor mij wel de reden om juist zoiets te proberen. Om dood te gaan, om dood te zijn niet, om te sterven. Omdat ik niet weet op welke manier. Maar ik heb wel zo'n euthanasiecontract afgesloten. Je praat zo over euthanasie, en daar heb ik dus de spullen van liggen. Het belangrijkste is mijn geestelijke toestand. Als ik het daar in... Wat voor mij heel waardevol was, dat is natuurlijk haar dagboek of wat haar voor doorgaat. Daar kan ik ontzettend veel waardevolle zaken uithalen over hoe zij dingen zag, hoe ze dingen beleefde. Ja, het is een hard leven geweest, ja, absoluut. Een hard en triest leven met veel meer dieptepunten dan hoogtepunten. Zo schrijft ze het ook letterlijk ergens, ja, ja. Wil jemals iemand lezen wird? Schade, ich hätte das gerne. Oder noch lieber, ein Buch aus meinen Briefen.